President Chandrika Prasad Santokhi heeft de gezamenlijke vakbonden ontvangen voor een belangrijke vergadering. Afgesproken is dat er vandaag technische teams van zowel de regering als de vakbonden bij elkaar komen om de besproken punten uit te werken en besprekingen te voeren met de Belastingdienst. Beide partijen bevinden zich dicht bij een overeenkomst. De president benadrukte zijn toewijding om terug te geven aan de samenleving en streeft naar een verhoging van de koopkracht van de burger. De regering blijft actief in dialoog met de vakbonden. Tijdens een speciale bijeenkomst afgelopen vrijdag na de recente klimaatworkshop benadrukte ROM-minister Marciano Dassai de cruciale rol van de samenwerking binnen de milieusector. De bewindsman legde de nadruk op transparantie, het delen van projectinformatie en het identificeren van overlappingen en hiaten. In deze gezamenlijke inspanning staat het ministerie centraal in een coördinerende rol, terwijl de uitvoering afhankelijk is van stakeholders, vooral de NGO's. Deze inspanningen weerspiegelen de ambitie van Suriname voor een gecoördineerde aanpak in de zoektocht naar een duurzame toekomst. Het ministerie van BISA heeft afgelopen week 34 nieuwe huwelijksambtenaren erbij gekregen. De cursus bestond uit theorie en praktijk van elk 4 dagen. Minister Bronte Sommaharjo stak de nieuwbakken huwelijksambtenaren een hart onder de riem en bemoedigde hen hun taak zo competent, tactvol, gemotiveerd, integer, dienstbaar, effectief en efficiënt te vervullen. De opleiding tot huwelijksambtenaar biedt de cursisten kennis en vaardigheden om de aan hen toebedeelde taken naar behoren uit te voeren. Dit conform de wet Herziening Huwelijksrecht 1973.